Ik open de vergadering van de parlementaire enquêtecommissie VIRA en vraag de griffier de getuigen binnen te leiden. Welkom, meneer Jonkers. Welkom ook iedereen hier vandaag en mensen die op een andere plaats dit verhoor volgen. Meneer Jonkers, u wordt vandaag gehoord als getuige en als getuige bent u verplicht de waarheid te spreken. Daarom zal ik u beëdigen voordat we met het verhoor beginnen. En dan vraag ik u met de belofte te bevestigen dat u de gehele waarheid en niets dan de waarheid zult spreken. Wilt u dan met mij gaan staan? En wilt u mij nazeggen? Dat beloof ik. Dat beloof ik. Dank u wel. Meneer Jonkers, misschien goed dat we een klein inleidingtje houden op dit verhoor, want de afgelopen 2 weken hebben wij ons met name geconcentreerd op de concessie, het recht om te mogen rijden over de hoge snelheidslijn. We maken nu een stap en gaan echt kijken naar de trein. Daarover spreken wij met u als kwaliteitsinspecteur vanmiddag of straks met de projectleider en daarna nog een stap verder met de opdrachtgever. Dus wij maken nu echt de overstap naar de VIRA, de V250 zelf. En u was vanaf 2005 8 jaar lang betrokken bij het bouwproces van de VIRA-treinen, als zoals gezegd, de kwaliteitsinspecteur van Lloyd's Register Rail Europe. Dat werd door NS Financial Services, degene die de trein kocht, ingehuurd vanwege de specifieke kennis en ervaring, de expertise op treinenbouw. U en uw collega's kregen een opdracht en het was om een deel van het beheer van die koopovereenkomst tussen NS Financial Services en Ansaldo Breda uit te voeren. Namelijk het controleren in hoeverre Ansaldo Breda de trein bouwde volgens de kwaliteitseisen uit de koopovereenkomst. Daarvoor was u zeer regelmatig in de fabriek van Ansaldo Breda in Italië. U was er ongeveer 2 weken, enkele dagen per week. U deed dat in een wisseldienst. We komen daar nog over te spreken, want in de andere weken waren uw collega's aanwezig. U heeft dus het bouwproces van de VIRA, van de V250... Heel dichtbij meegemaakt. En wij willen een goed beeld krijgen van het bouwproces en ook hoe u daar toen naar keek. Wat u nou beleefde, wat uw ervaringen waren. Wij gaan u vragen stellen over de inspecties die u hield bij Ansaldo Breda en wat u daarbij opviel. En voor een goed begrip is het misschien ook verstandig om aan te geven dat wij op enig moment ook zullen spreken over Lloyd's Register Nederland. En dan hebben we het meer over de keuring die gebeurde in opdracht van de fabrikant. We gaan u dus in dit verhoor verschillende vragen stellen over uw bevindingen tijdens het bouwproces van de V250 in Italië. En daarvoor geef ik als eerste het woord aan mevrouw Vos. Ja, meneer Jonkers, we willen graag naar het inzicht krijgen in hoe u die controles nu deed. En u controleerde dus of Ansaldo Breda de trein bouwde volgens de kwaliteitseisen in die koopovereenkomst. En onze eerste vraag is, hoe precies voerde u die controles nou uit? Kunt u ons vertellen hoe dat nou in zijn werk gaat? Nou, allereerst de eisen die zijn omgezet in de tekeningen, de werktekeningen, op basis waarvan het materieel gebouwd wordt. Uh-huh. En wel door de leverancier gebruikt wordt.
Daarbij zijn er procedures geschreven voor de leverancier, de fabrikant zelf, op de wijze waarop ze bepaalde processen moeten inrichten en uitvoeren. Die tekeningen en die procedures, dat zijn, is onze basis geweest voor onze inspecties. Hoe gaat het dan in zijn werk? Ik bedoel, u heeft dan die tekening en dan gaat u naar de fabriek. Hoe ziet dan vervolgens de dag eruit? De productie is, opgebouwd uit verschillende fases. En voor elke fase heeft de fabrikant een manufacturing inspection plan opgesteld. En dat betekent een fabrikage inspectieplan. Dus een bepaald deel uit het proces wordt beschreven. Wat voor tekeningen daarvoor geldig zijn, wat voor hulpmiddelen daarvoor gebruikt moeten worden, wat voor werkinstructies daarvoor gebruikt moeten worden. En daar staat ook in welke inspecties de leverancier zelf op hun product moet uitvoeren van die deelprocessen. Maar moet ik dan voorstellen dat Ansaldo Breda een deel van de treinbouten dan zelf inspecteert? Ja. En wat is dan uw rol? Mijn rol is daarop, daaroverheen, een controle uit te voeren of het hele proces zoals het ingericht is door Ansaldo Breda, door de fabrikant, ook aangehouden wordt. Maar dat gaat dan op het proces, maar even omdat ik probeer het beeldend te krijgen. Ansaldo Breda heeft bijvoorbeeld een draaistel gebouwd. Dan checken ze dus zelf volgens hun eigen kwaliteitsinspecteurs checken dan hoe dat draaistel dan in elkaar zit. En kijkt u er dan ook nog in? Wat is precies uw rol? In eerste instantie kijken we naar hoe heeft Ansaldo Breda het ingericht om te waarborgen dat het product gebouwd wordt en gecontroleerd wordt zoals het bedoeld en vereist is. En wat is dat dan precies? Hoe heeft ze het ingericht? De processen. Welke processen geschreven zijn. Staat dan bijvoorbeeld voorgeschreven van u moet eerst dit doen, dan dat en dan zus en dan zo? Ja, inderdaad. En ook volgens welke interne procedures en volgens welke tekeningen. Ja. Het wordt vooraf helemaal op papier uitgeschreven in proces hoe een product gebouwd gaat worden. En kijkt u dan of de Italiaanse monteur zeg maar, met die papieren precies aan de hand de voorschriften uitvoert? Inderdaad, wij kijken of dat ook de monteur, de uitvoerende, weet dat, van die processen. En ook dat die aangehouden worden. Er zijn bepaalde werkdocumenten voor de monteur die ze moeten gebruiken. Ja. Bijvoorbeeld voor het uitvoeren van lassen. Ja. Er zijn speciale procedures voor uitvoeren van metingen, van samenbouwen, noem maar op. Alles wat zich voordoet is vastgelegd in werkinstructies. En wij controleren of dat inderdaad die werkinstructies aanwezig zijn ter plekke. Dat ze toegepast worden. Ja. En dat ze begrepen worden door de monteurs. En dan heeft u dat gecontroleerd. Wat doet u dan vervolgens? Zet u een vinkje of hoe gaat het dan? Dan kijken we ook naar het product zelf. Of het voldoet aan de tekening. Dat doen we steekproefgewijs. Ja. Het is niet dat we het hele product van A tot Z helemaal doorgaan. Maar we halen daar een aantal belangrijke punten uit. En als dat voldoet, dan zetten we daar inderdaad een vinkje voor. En een krabbeltje dat we vrijgeven voor verdere productie. Dat is ook niet, onze controles gingen niet over alle producten. Dat werd ook vooraf bepaald en afgesproken waar wij voor uitgenodigd moeten worden en waar wij onze inspecties op uitvoeren. En is het dan een steekproef? Hoe wordt bepaald waar je wel of niet controleert? Dat is dat is inderdaad een steekproef. Dat is aan de hand van ervaring, is vooraf bepaald welke punten belangrijk zijn voor inspectie. En gaandeweg dat er inspecties uitgevoerd worden, breidt zich dat uit of wordt dat minder? Dus de steekproef verhoogt of verlaagt zich. En even dan, hoe ziet dan bijvoorbeeld zo'n dag eruit, zo'n dag dat u dan in Italië aanwezig bent? We zijn overeengekomen dat met de leverancier dat we dagelijks uitgenodigd wilden worden voor de producten die klaar waren voor inspectie en voor verdere productie. Dan kregen we 's morgens een uitnodiging voor en 's middags een uitnodiging. En op basis van die uitnodiging gingen we dus onze inspecties uitvoeren. Onze contactpersoon was de kwaliteitsafdeling.
Daar gingen we dan naartoe. Ja. En met een kwaliteitsmedewerker van Ansaldo Breda gingen wij inspecties uitvoeren. En wat deed u dan als dan bleek dat Ansaldo Breda afweek van de kwaliteitseisen die in de koopovereenkomst stonden? Dan werd er een... De afwijking moest vastgelegd worden door de leverancier. Daarvoor hebben ze een systeem, dat is het non-conformity systeem. Ja. En voor elke non-conformity, een afwijking, moest een non-conformity report opgesteld worden. En kunt u een voorbeeld geven van zo'n non-conformity en waarom dat dan kan gebeuren? Als er een lasuitvoering bijvoorbeeld foutief is uitgevoerd, dan, en die las is niet te repareren volgens de tekeningspecificaties, dan wijkt dat af van de tekening en dan moet er een non-conformity geschreven worden. Daarin, in zo'n non-conformity staat omschrijving van de afwijking. Ja. Daarbij moet door de leverancier de oorzaak van de afwijking vastgesteld worden en vastgelegd worden. Plus corrigerende maatregelen, ten eerste om de fout op te heffen. En ten tweede, ter voorkoming dat deze fout zich herhaalt. En is dat normaal? Mag je dat soort fouten maken? Ja, je gaat ervan uit dat niemand fouten maakt, maar dat is natuurlijk in werkelijkheid niet. Iedereen maakt fouten. En, maar het gaat erom dat dezelfde fout maar één keer voorkomt. Dus er is een procedure voor? Er is een procedure voor. Maar u en de collega's waren natuurlijk niet altijd in Italië aanwezig. Hoe wist u dan nou zeker dat die trein volgens alle kwaliteitseisen gebouwd waren en dat er niet misschien non-conformities in zaten die niet gerapporteerd zijn? De leverancier is verplicht zijn eigen controles uit te voeren. Ja. Dus op basis van self-control, dus door de monteur of de mensen die het werk uitvoeren. En als tweede hun eigen interne kwaliteitsafdeling. En als er een afwijking vastgesteld wordt, zijn zij verplicht om dit vast te leggen. Dat is allemaal verplicht, maar je moet er dus op vertrouwen dat zij dus dat ook gaan doen. Want, het is wel een basis van vertrouwen. Want in hoeverre is het nou in theorie mogelijk dat Ansaldo Breda of bepaalde zaken in dat productieproces verborgen zou houden? Dat is altijd mogelijk. Want wij kregen op basis van uw weekrapportage, u schreef elke week een rapportage, de indruk dat u heel weinig uitnodigingen voor inspecties kreeg als u in Italië was. En dan juist heel veel uitnodigingen als u afwezig was of net vrijdagmiddag weer het vliegtuig in moest terug naar Nederland. Dat is voorgekomen, inderdaad. Dat was opvallend. Ja, dat was niet iedere keer, nee. Maar het was opvallend als we wat langere periodes er niet waren, ja. Dat er dan meer inspecties waren, ja. Of meer aanbiedingen waren als wanneer we er wel waren. En dan komt er een aanbieding en dan kan dan de Nederlandse kwaliteitsinspecteur kan er niet zijn. Wat gebeurt er dan? Mogen ze dan door of moeten ze wachten tot u een vinkje heeft gezet? Daar zaten geen, dat noemen ze dan hold points, er zijn geen haltepunten in verwerkt. Wij hadden niet de mogelijkheid om een productie stil te leggen of tegen te houden. De enige haltepunt die er was, was de uitlevering van de trein naar Nederland. Een haltepunt, kunt u dat nog even uitleggen? Een haltepunt is een hold point. Ja. Dat is een melding. Ja. Die kan op twee manieren gemeld worden. Ja. Als witness point, dus je getuigt een inspectie. Of een haltepunt. En bij een getuigenis, bij een witness point, dan is er een afspraak dat op de uitnodiging een bepaald tijdstip mag met 15 minuten overschreden worden. Als de inspecteur niet aanwezig is, gaat de productie gewoon verder. Bij een haltepunt is het zo dat de inspecteur per se vrijgave moet geven van dat punt voor het product verder mag gaan. Dus dan schoof het op? Dan De controle, zeg maar. Dan moesten ze dus wachten wel met doorgaan. Dan moesten ze wachten totdat de inspecteur geweest is voor controles. Maar omdat wij daar geen continuïteit hadden in onze aanwezigheid, konden we geen haltepunten inbouwen. Maar bent u dan wel in staat om uw werk goed te doen? Als u dus goed wil controleren en alle afspraken in de koopovereenkomst moet controleren of dat uitgevoerd wordt. En er zitten een aantal gaten waarin u aanwezig kon zijn of die uitnodigingen die op vrijdagmiddag kwamen. Kunt u uw werk dan wel goed doen? Het zal zo zijn dat als we daar vol continu gezeten hadden, met misschien nog meer collega's
tegelijkertijd. Ja. Dat er nog andere zaken boven water waren gekomen, afwijkingen, als wat we nu vastgesteld hebben. Dus het kan zijn dat u wat gemist heeft door de procedures. En dat kan zeker, ja. Voor mijn begrip, waarom gebeurden die uitnodigingen voor inspecties op uitnodigingen? Waarom kon u niet onaangekondigd naar binnen wandelen? Wij konden onaangekondigd naar binnen wandelen, maar als je een inspectie uitvoert op een onderdeel wat nog niet door de leverancier zelf vrijgegeven is, dan kan de leverancier altijd zeggen dat ze nog niet klaar zijn en dat ze dat nog wel gingen repareren. Dus dan heeft niet, je kunt wel zomaar binnenlopen, maar je kunt dan niet de dingen controleren die je dus volgens het contract moet controleren? Ik kan ze wel volgens het contract controleren, maar pas dan als de leverancier ze vrijgegeven heeft. Okay. Ja. Het gebeurde dat we, als we in een periode een inspectie is geweest en die is doorgegaan, dat we nadien toch nog die inspectie uitvoeren, als dat nog mogelijk was. Ja. Dat deden we wel. Oké, dus dan kon u dus alsnog inspecteren. Maar als ik het eventjes nog samenvat, dat punt van hiervoor. Het kan dus zijn dat u, omdat u niet altijd iemand rondloopt, omdat er misschien te weinig mensen waren, dat u dingen gemist heeft. Ja, dat kan zijn. Ja. Ik geef het woord aan collega Bergkamp. Dank. Dus u kon in ieder geval altijd vrij rondkijken. Dat er waren geen belemmeringen daarin. U kon gewoon rondlopen en ook. We mochten alles zien. Er waren geen restricties. Van het magazijn tot aan de uitloop van het materiaal als het gereed was. Het hele project, het hele proces was voor ons toegankelijk. Ansaldo Breda had een kwaliteitsmanagement systeem. Dat klinkt heel technisch. Zou u kunnen toelichten wat is dat nou eigenlijk, een kwaliteitsmanagement systeem? Wat is het belang daarvan? Kwaliteitsmanagement systeem. Een goed lopend kwaliteitsmanagement systeem draagt zorg dat het product wat gevraagd wordt ook geleverd wordt. Dus het systeem controleert de werkzaamheden van de uitvoerende en daarmee wordt gegarandeerd dat er het product wat gevraagd wordt ook geleverd wordt. Dus je hebt een kwaliteitsmanagement systeem nodig om een kwalitatief product te maken? Om te borgen dat je een kwalitatief goed product hebt, ja. En wat zegt zo'n kwaliteitsmanagement systeem over de kwaliteit van het productieproces? Is het een borging omdat het zich vertaalt in werkinstructies? Als je een kwaliteitssysteem, als dat gehanteerd wordt zoals het voorgeschreven is, dan borgt dat ook niet een goed product, maar het product wat gevraagd wordt. Maar ook een goed proces? En een goed proces, ja. Mits het proces dus goedgekeurd is. Ja, want in hoeverre garandeert het nou als je zo'n kwaliteitsmanagement systeem hebt, in het geval van Ansaldo Breda, dat je dan ook een goede trein bouwt? Een goede trein hangt af van het ontwerp. Dat hangt niet af van het kwaliteitsproces wat eraan zit. Dus je hebt een goed ontwerp nodig. Ja. Je hebt een kwaliteitsmanagement systeem nodig om de werkwijze, zeg maar, een goede kwalitatieve werkwijze te borgen. En wat heb je nog meer nodig om een goede trein te maken? Goede mensen die het systeem aanhouden, dat het ook daadwerkelijk geborgd wordt. Ja. Je hebt een kwaliteitssysteem moet ten eerste gedragen worden door het management van het bedrijf zelf. Dat moet geïmplementeerd worden in het bedrijf en er moet ook op toegezien worden dat het aangehouden wordt. Ja, dus dat geheel, dat bepaalt dan of je een goed kwaliteitsborgsysteem hebt. Dus om een goede trein te bouwen heb je een goed ontwerp nodig, een kwaliteitsmanagement systeem om het te borgen, maar je hebt ook mensen nodig om dat als zodanig ook uit te voeren. Ja. Het moet dus geborgd zijn bij de leiding en bij de mensen. Ja. Wij hebben ook zeg maar, naar uw weekrapportages gekeken en u was daar op een aantal momenten zeer kritisch over de wijze waarop Ansaldo Breda het kwaliteitsmanagement systeem toepaste. Wat is nou uw oordeel over de wijze waarop Ansaldo Breda het kwaliteitsmanagement systeem toepaste, dus in de praktijk bracht? In veel gevallen werd het kwaliteitsmanagement systeem of het borgingssysteem niet nagekomen zoals het bedoeld was. Het was wel voorhanden, het was ook gecertificeerd, maar dat is op papier. Op papier klopte het perfect, was heel goed ingericht. Alleen
De uitvoering hangt in staat met de mensen die het moeten doen. En dat kwam in vele gevallen, was zichtbaar dat het niet nagekomen werd. Nou, dus dat is zorgwekkend. Is zorgwekkend. Je hebt een systeem, het werd niet toegepast. U bent de kwaliteitsinspecteur. En kwam dat nou vaak voor? Dat kwam regelmatig voor, ja. De fouten die geconstateerd worden door ons als inspecteur, hadden eigenlijk al door de fabrikant zelf vastgesteld moeten worden, door hun kwaliteitsborgingssysteem. Ja, want er zit nog een laag tussen, hè? Wat u ook in gesprek of in het verhoor met mijn collega zei. Als dat bedrijf heeft ook eigen inspecteurs die toezien op de kwaliteit. En daar bent u dan nog eens een keer een stap daarboven. Wij zijn de derde persoon, zeg maar, die daar naar kijkt. En we hadden het net over wat zo'n kwaliteitsmanagement systeem is. Dat klinkt heel technisch, dat zijn allerlei dingen op papier. Maar hoe zorg je er nou voor dat systeem op de werkvloer komt? Hoe vertaalt zich dat? Dat moet door het management en door de kwaliteitsdienst moet dat geïmplementeerd worden in de productie. De mensen moeten ermee op gewezen worden, ze moeten er vertrouwd mee raken. En het moet ook gecontroleerd worden dat ze dat ook gebruiken en toepassen. Ja. Kunt u daar een concreet voorbeeld van geven hoe zoiets gaat? Dan ga ik weer terug naar het lassen, bijvoorbeeld. Voor het lassen zijn bepaalde procedures vereist. Een welding procedure specification heet dat. Dat is een recept op basis waarvan een las gemaakt moet worden. Dat moet geïmplementeerd worden. Er is een speciale afdeling voor die daarvoor verantwoordelijk is. De lasser die moet die specificatie ook gebruiken om zijn las uit te voeren. Daar in die specificatie staan alle gegevens in die de lasser nodig heeft om zijn apparatuur in te stellen. Welke apparatuur dat hij heeft, materialen die hij moet gebruiken enzovoort enzovoort. Hij gaat die las uitvoeren en dan komt er iemand van de kwaliteitsafdeling kijken of dat die las dus inderdaad uitgevoerd is volgens de specificaties. Is dat niet, dan moet er of een reparatie plaatsvinden, dat moet vastgelegd worden door de kwaliteitsafdeling, op welke wijze de las gerepareerd moet worden. Is de las niet te repareren volgens de geldende specificaties, dan moet er een vervangende reparatie voor uitgevoerd worden. Ook dat moet vastgelegd worden en nagekomen worden. Het hele proces staat op papier. Ook afwijkingen, controles die uitgevoerd zijn, staan op papier. Er worden controle sheets ingevuld. En dat geheel borgt dat er aan het eind een kwalitatief goede las gelegd is. En zit de crux dan in het hebben van werkinstructies, dat mensen dus weten wat ze moeten doen? Nee, want die werkinstructies zijn er wel, maar het gaat om de uitvoering. De mensen moeten weten dat die moeten die werkinstructie volgen. Mocht er in de instructie, een werkinstructie of een procedure iets staan wat niet mogelijk is, dan moet de uitvoerende zich melden bij zijn verantwoordelijke. En melden dat hij zijn werk niet kan verrichten zoals vastgelegd is in de procedures. En daar schort het dan nogal aan. Mensen nemen niet hun eigen verantwoordelijkheid om te melden als een bepaald werk niet uit te voeren is zoals het bedoeld is. Dus je hebt een systeem, je hebt werkinstructies. Maar het probleem zat hem dus in de uitvoering van die werkinstructies. En dat mensen dus niet hun eigen verantwoordelijkheid namen en ook daar dus niet over communiceerden als het niet lukte. Inderdaad. En u zegt dat kwam regelmatig voor. Wat deed u met dat soort signalen? Ten eerste werden de afwijkingen die we geconstateerd hebben vastgelegd in non-conformity reports. Ten tweede werden grove fouten, die werden besproken met de kwaliteitsafdeling. Direct, van wat is nu de oorzaak van, wat gaan jullie eraan doen om dat te voorkomen voor de toekomst. Plus, wij besproken dat nog met een, wij hadden een wekelijkse kwaliteitsmeeting met de hoofdkwaliteit. En in die kwaliteitsmeeting kwamen dergelijke gevallen ook weer terug en werden ook weer besproken. Okay, ja. Dus om zo
kort mogelijk en zo snel mogelijk actie te krijgen van de leverancier voor corrigerende maatregelen. Nou ja, ik gaf net al aan, in uw weekrapportages bent u regelmatig zeer kritisch over de toepassing van dat kwaliteitsmanagement systeem. Het is wel zo dat Lloyd's Register Nederland, de keuringsinstantie die de certificaten afgeeft, en die certificaten zijn later input voor de inspectie om de trein wel of niet toe te laten. Maar die keuringsinstantie Lloyd's Nederland heeft wel het kwaliteitsmanagement systeem gecertificeerd. Wat is dan eigenlijk de waarde van zo'n certificaat? De waarde van het certificaat, het certificaat op zich toont aan dat het kwaliteitssysteem is ingericht volgens de norm. Dat alles wat daartoe behoort en verplicht en vereist is, dat dat aanwezig is. Maar dan komen we weer terug bij de uitvoering. Het hangt en staat bij de mensen die het uit moeten voeren of dat kwaliteitssysteem aangehouden wordt. Dus u zegt de waarde van zo'n certificaat is dat het aangeeft dat er een goed kwaliteitsmanagement systeem is, maar het zegt nog niet zozeer hoe dat in de praktijk wordt toegepast. Nee, er wordt wel een bij het auditeren van een kwaliteitsmanagement systeem hoort ook toetsing in de praktijk. Maar zo'n toetsing, dat is een half uur of een uur, dat geeft niet weer natuurlijk van wat wij daar in 7 of 8 jaar vastgesteld hebben. Dat is niet met elkaar te vergelijken. We begrepen ook dat de keuringsinstantie 1 keer per jaar een audit doet. Is dat, ja, u geeft het eigenlijk zelf aan, maar is dat voldoende om goed zicht te krijgen op die praktijk? Het is de verplichte audit die ze uit moeten voeren. Dat is 1 keer per jaar. En heb je dan zicht op de praktijk, 1 keer per jaar? Zicht op de praktijk? Je zou inzicht kunnen krijgen door dus wat meer tijd te besteden als dat beschikbaar is en betaald wordt, want daar hangt het dan meestal aan. De opdrachtgever moet het ook betalen. Als je langduriger in een productie kan rondlopen en wat meer toetsen kan uitvoeren, dan zal het meer duidelijk worden natuurlijk hoe de praktijk zich gedraagt. Maar meestal is dat maar heel kort, is dat maar een half uurtje of een uurtje, omdat er niet meer tijd beschikbaar gesteld wordt voor een audit. En dat is eigenlijk, zegt u, te weinig tijd om echt een goed zicht te hebben op de praktijk. Daarvan heeft u eigenlijk veel meer ervaring, omdat u daar veel langer rondloopt, veel intensiever kijkt. Ja, ja. Ik vat het even samen. U zegt, om een goede trein te maken moet er een goed ontwerp zijn. Er moet een kwaliteitsmanagement systeem zijn. Maar het blijft mensenwerk, dus het moet wel goed worden toegepast. U had regelmatig zorgen daarover, hoe Ansaldo Breda omging met de kwaliteit, dat systeem in de praktijk. Dat zat hem aan het wel te hebben van werkinstructies, maar het niet toepassen. Dus niet werkconform de werkinstructies. Het systeem is wel gecertificeerd door de keuringsinstantie. Maar u zegt, ja, als we een half uur kijken, 1 keer per jaar, dan is dat eigenlijk te weinig om goed zicht te krijgen op de praktijk. Correct. Prima. Ik ga over... Geef het woord aan mijn collega Vos. Nog even over het lassen, want ik vind dat een fijn voorbeeld. U zei, ook om dat toe te leggen, dat systeem. Die medewerker die heeft dan wel een werkinstructie. Dat klopt allemaal volgens het systeem, maar die gebruikt vervolgens die instructie niet om te lassen. Maar is het nou de verantwoordelijkheid van de medewerker of die kwaliteitsinspecteur van Ansaldo Breda om die medewerker dan in ieder geval erop te wijzen dat hij het volgens het systeem moet gaan doen? De kwaliteitsinspecteur is niet verantwoordelijk voor de werknemer. Dat is de productiemanager, ja. Die is verantwoordelijk. Dat zijn mensen de aangereikte documenten toepassen. Oké, dus je hebt de werknemer, zeg maar de lasser, de productiemanager en die kwaliteitsmanager van Ansaldo Breda, die moet de productiemanager aanspreken. Ja, inderdaad. Oké. En die productiemanager had zijn medewerker moeten aanspreken op het feit dat... Ja. En die productiemanager die weet ook van dat systeem dat hij dus dat moet gaan doen. Dat hij die mensen echt ook moet gaan volgen met ja. De lasinstructies. Oké. Okay. We hebben het net al over gehad dat u die non-conformities dan opschrijft. Hoe pakte Ansaldo Breda die afwijkingen die u constateerde in het algemeen op? Bij diverse afwijkingen werd er meteen actie ondernomen. Mm-hmm. Er werden corrigerende maatregelen getroffen en vond je dan ook niet meer terug. Sommige afwijkingen hebben geresulteerd in een ontwerpwijziging. Dat
Kan ook gebeuren. Kunt u daar een voorbeeld van geven? Ja, dat is lastig om zo even een voorbeeld. Ja, weer met lassen. Bijvoorbeeld, een bepaalde las is slecht bereikbaar vanuit de werkpositie. En dat kan resulteren in een slechte las. Hoeft niet altijd, maar het kan wel. Ja. Dus dan moet er een andere manier gekozen worden of een andere las gemaakt worden. Of een constructie veranderd worden om toch een goede las te kunnen garanderen. Dan gaan we naar het volgende thema. U heeft jarenlang ervaring, dat zagen we uit uw cv, met het controleren van verschillende treinfabrikanten. Dat hebben we gezien, u bent volgens mij overal in Europa geweest. Hoe was de situatie bij Ansaldo Breda nou anders? Ik begrijp de vraag niet helemaal goed. Oké, u heeft ervaring met veel treinfabrikanten. Ja. Dat vanuit uw werk. En u heeft die fabriek in Pistoia gezien, daar liep u vaak rond. Was die fabriek nu anders dan die andere fabrieken die u heeft gezien in Europa? Verschilde de productielijn, hoe het opgebouwd was? Nee, in principe hanteren alle leveranciers of de meeste leveranciers dezelfde wijze van produceren. Veel leveranciers werken in taktsysteem, heet dat. Dat betekent dat een productielijn in fases is opgebouwd. Ja. En dat het product in de lijn verschuift. En in elke fase wordt er iets uitgevoerd. Er wordt een trein completer gemaakt. Een soort langzame lopende band. Een langzame lopende band, inderdaad. Ja. En dat was bij Ansaldo Breda niet anders als bij andere leveranciers. Maar het moet genoemd worden dat voor ons project wilden ze het wel weer op een nieuwe manier gaan inrichten. Met name materiaal, bevoorrading en dat soort dingen. Om dus een meer vloeiend proces te kunnen waarborgen. Wat was het grote verschil dan met die nieuwe manier, met de manieren die u gewend was? Nou, niet wat ik gewend ben, maar wat zij gewend waren. Is dat de materiaaltoelevering werd voorheen gedaan direct vanuit het magazijn. Materiaal die nodig waren. Dat werd omgezet naar een magazijn nabij de productieplaats, waar dus in één keer alle materialen, dus dat eerste materiaal naartoe gebracht werden, als voorraad, als tussenmagazijn. En van daaruit werden de materialen vertrokken voor het monteren van deze materialen. En hoe was het dan vroeger? Stond het gewoon al op in de hal? Dan stond het los in de hal, of werd op afroep gedaan. Maar dat was in zo'n productielijn is dat wat rommeliger en ook geeft dat meer kansen op meer risico op fouten. Dat er verkeerde materialen geleverd worden of dat er te weinig materialen geleverd worden. Dus dat nieuwe systeem bracht eigenlijk meer zekerheid over de beschikbaarheid van de materialen? Beschikbaarheid van de materialen, ja. En dat was dus een positieve afwijking? Dat was geen afwijking. Nee, niet afwijking, een verschil zeg maar met hoe dat vroeger was. Met zoals ze voorheen produceren. Met hoe zij voorheen. Maar en als ik nou nu een overal oordeel vraag over de fabriek van Ansaldo Breda, in vergelijking met de fabrieken die u kende? Als fabriek, als inrichting was het goed, was niks. Okay. Of weinig op aan te merken. Ja. U en uw collega's stelden wekelijks rapportages op, de zogenaamde weekrapportages. En u bent al heel vroeg in het project behoorlijk kritisch over Ansaldo Breda. Dat klopt. Dat klopt. Ja. En u schrijft bijvoorbeeld dat medewerkers bouwen zonder tekeningen. Waar we het net over hadden, dat openstaande punten niet goed worden opgelost en dat er heel weinig voortgang te zien is. Dat klopt ook, dat heeft u ook geschreven. Ja, heb ik ook geschreven, ja. En welke invloed had u nou om dat te verbeteren? Onze taak als inspecteur was inspecteren, constateren en rapporteren. En meer hadden wij niet meer in te brengen. We hadden verder geen invloed op het verloop van de productie en van het proces. Maar dat moet behoorlijk frustrerend voor u zijn geweest. U constateert elke week afwijkingen, dingen die niet goed gaan volgens uw kwaliteitsstandaarden. En u kunt er alleen maar over rapporteren. Er waren zeker momenten dat het frustrerend was, ja. En we hadden graag gezien dat heel veel zaken beter en zeker sneller opgepakt zouden worden. Want dat was in veel gevallen een probleem. Als er een afwijking was, dan
ging er veel tijd overheen voordat er uiteindelijk toch echte corrigerende maatregelen getroffen werden. Kunt u wat voorbeelden geven van wat u in die rapportage schreef? Oh, dat zijn er zoveel. Voorbeelden. Nou, algemeen genomen, als je een fout constateert in een product, dan verwacht je daar een corrigerende maatregel op. De volgende inspectie op hetzelfde onderdeel wat je uitvoert, vind je dezelfde fout weer terug. Ja. En dan de keer daarop weer. En dat is frustrerend. Want dat betekent dat hun kwaliteitssysteem, wat zo mooi opgezet is, niet gehanteerd wordt. Ja. Een goed werkend kwaliteitssysteem zorgt ervoor dat dezelfde fout maar één keer voorkomt. En dat is frustrerend. En dan ook de tijd die daar overheen gaat. Dus je moest elke keer weer dezelfde controles gaan uitvoeren, omdat het niet vertrouwd was, dat wat ze uitvoeren. En dat schreef u dan in die weekrapportages? Ja. Ook door de frustratie over de vertraging. Maar zag u nou in de loop van de jaren wel verbetering bij Ansaldo Breda? Over de hele periode dat we daar gezeten hebben, zagen we wel verbetering, ja. Bijvoorbeeld over die tekeningen. We hebben het net al even met het lassen erover gehad. Dat je dat met een bepaalde instructie en tekening moet doen. Er is een gebeurd, en dat is in het begin van het project. Er is een prototype trein gebouwd. Ja, mock-up heet dat toch? Mock-up niet. Mock-up is een onderdeel van de trein. Ja. In hout uitgevoerd. Ah, oké. Okay. En dat is om inzicht te krijgen in ruimte en... Maar en dus met het prototype is gebouwd, gaat u verder? De prototype is gebouwd, de prototype is gebruikt voor testen. Dus de type testen zijn daarop uitgevoerd. En daarna, of gelijkertijd, is ook het begin van de serie gestart. Ja. Dus tijdens het testen is ook de serie productie gestart. Dat betekent dat in de testperiode zijn nog niet alle tekeningen op detail gereed. Omdat nog niet helemaal. En de tijd er niet voor is geweest. Maar ook nog niet alles bekend is. Ja. Dan wordt er toch. Er is gebeurd dat er dus gebouwd werd. Zonder dat daar daadwerkelijk een goedgekeurde tekening voor lag. Hoe kan je nou bouwen zonder tekening? Ja, nu hebben ze, dat is een risico voor de fabrikant zelf. Want die hebben natuurlijk wel bepaalde. Die hebben inzicht daarin en weten hoe dat, wat ze willen gaan maken, hoe dat het kan maken. Alleen uit de testresultaten zou moeten komen dat ze dus achteraf gezien ook gelijk hadden dat het zo is. Het is zo dat iedere trein, de bouw van de trein en de tekeningen die daarvoor gebruikt zijn, is vastgelegd in een configuratielijst. Die lijst laat zien voor iedere trein of voor ieder rijtuig, volgens welke tekening en welke uitgave van de tekening de trein gebouwd is. Ja. Als nu, dan zijn ze bijvoorbeeld bij trein 5 en dan zijn de testen voorbij. En dan blijkt dat er toch, in, zoals de trein gebouwd is, een aantal wijzigingen, aanpassingen zijn doorgevoerd in de tekeningen. Ja. Dat ligt vast in de configuratielijst. Ja. Dat betekent dat een trein moet gebouwd worden volgens de laatste stand van de tekeningen. Maar de treinen die al gebouwd zijn, die moeten dan alsnog aangepast worden. Dus er is nog nawerk op. Maar met die configuratielijst wordt beheerst en geborgd dat aan het eind de trein volgens de laatst geldende tekening gebouwd is. Maar even over het belang van de tekening. Gebeurt dat nou ook bij andere producenten dat er treinen worden gebouwd zonder tekeningen? Of is dat echt heel exceptioneel? Nee, maar dat bouwen zonder tekeningen is natuurlijk heel grof genomen. Het is voorgekomen dat er een tekening nog niet was. Je moet dat een beetje nuanceren natuurlijk. Ja, oké, maar dat is gebeurd ooit in het begin. Maar het belang van de tekening is wel dat je ook bijvoorbeeld dat alle treinen op dezelfde manier worden gebouwd. Ja, absoluut. Aan het eind, als de trein gereed is, zijn ze allemaal gelijk aan elkaar. Aan de hand van de configuratie wordt dat ook gecontroleerd en geborgd. Ja. Dus die, we hebben het nog even over die weekrapportages. Kunt u nog meer voorbeelden geven? Ik bedoel, ook bijvoorbeeld, u had het net al ook over dat het allemaal zo langzaam ging. Werd er nou voldoende prioriteit gegeven aan dit
project? Heeft u daar nog over geschreven? Over prioriteit kan ik niet zeggen, want daar heb ik geen inzicht in. Maar je zag wel, het tempo lag lager dan dat wij gewend waren bij andere leveranciers. Ja. En waar dat dan ligt, dat weet ik niet. Het is ook, we hebben het ook regelmatig genoemd, van dat bijvoorbeeld inspecties gemeld zijn en dan blijkt dat op tijdstip dat het toch nog niet gereed is. Nee. En dan was dat dan nog dagen, soms weken later, dat gemelde punt uiteindelijk dan toch gereed was. Dus, en daar stellen we dan vragen over. Sorry, maar waren ze dan nog druk met een andere trein of andere projecten? Ja, er was nog een ander project gaande. Wat project was dat? Voor Denemarken waren ze aan het bouwen. Ja. En dan hadden ze nog projecten voor trams en metro's voor Metro Madrid en nog wat andere. Ik weet niet exact welke andere projecten het waren. Maar goed, dat constateerde u ook allemaal in uw weekrapportages, dat op onverklaarbare of soms verklaarbare manieren het behoorlijk langzaam ging. Mm-hmm. En met wie deelde u die weekrapportages? Onze weekrapportages waren in eerste instantie voor collega's, voor overdracht. Ja. Dus, en de tweede als informatie voor onze opdrachtgever NSFSC. En aan wie sturen u die? Aan NSFSC. En wie was dat? Dat ging via onze projectleider. Ja. En die werd gestuurd naar Richard de Leeuw, Hans de Jong. En NSFSC in Ierland kreeg... Uiteindelijk de leasemaatschappij die de treinen daadwerkelijk kocht, die kreeg direct uw weekrapportages. Ja. Met alle uitroeptekens, verzuchtingen en kritiek kreeg NSFSC van u. Ja, er zat een management samenvatting in, dus dat konden ze ook lezen. Maar hoeveel pagina's is zo'n weekrapportage nu? Hoeveel moesten ze nou lezen? Nou, soms waren het 30, 40 pagina's per week, ja. Maar goed, het behoorlijk nauwgezet stuurde u uw bevindingen plus een management samenvatting naar via eigenlijk de projectmanager naar NSFSC. Ja. De heer De Leeuw, die was dus projectmanager namens NSFSC, ook richting Ansaldo Breda. Deelde hij nou uw zorgen over de gang van zaken weer met Ansaldo Breda? Jazeker. NSFSC, de projectleider, kwam op projectleiders. Pardon. Die kwamen zeer regelmatig naar Pistoia, mm-hmm. naar Ansaldo Breda, ja. voor management meetings. Mm-hmm. En er was veel overleg, ook over punten die we vastgesteld hadden, ook vanuit de rapportages die gelezen werden. Ja. Maar er werd ook navraag gedaan bij ons door de projectleiders over het verloop, waar zitten de problemen. Dat werd meegenomen naar de projectleiding van Ansaldo Breda. Wie was dat? Vanucci. Ja. Dan gingen de projectleiders ook nog regelmatig mee in de fabriek om zich om te laten zien van welke problemen er nou op dat moment heersten. U heeft over projectleiders, maar dat was de heer De Leeuw en wie nog meer? Hans de Jong. En Hans de Jong, die heeft hem ook van NSFSC. Die kwam naar Ierland overvliegen om in de fabriek... Of Hans de Jong, Hans Wareman, excuseer. Hans Waren, excuseer. Oh, dat was de opvolger van de heer De Leeuw. Ja, opvolger van de heer De Leeuw, ja. Hans de Jong heb ik niet gezien. Maar goed, dan wordt er dus overlegd, maar dat is praten. Hè, dus er moet overlegd worden over oplossingen. Ging dat nou naar tevredenheid? U rapporteert, vervolgens gaat de heer De Leeuw dat bespreken met de heer Vanucci. Wat was vervolgens het resultaat? Een aantal zaken resulteerden in een oplossing. Andere zaken resulteerden in beloften. Ja. Die na heel lange tijd resulteerden in een oplossing. En een aantal zaken hebben tot op de dag van vandaag geen oplossing gegeven. Maar dat is dus behoorlijk frustrerend. U schrijft 40 pagina's tekst af en toe. Vervolgens wordt erover gesproken. En dat leidt weer tot nog meer tekst, maar dan op een niveautje hoger. Ja. Heeft u niet af en toe haar uit uw hoofd getrokken? Nou, dat valt niet mee natuurlijk. maar dat is frustrerend, inderdaad. En dat is ook uitgesproken
door ons, dat we graag zouden willen zien dat er accurater gereageerd werd door Ansaldo Breda op onze aantijgingen en opmerkingen. En er werd heel veel beloofd. Mm-hmm. En, ja, we werken eraan, we gaan eraan werken. En, maar het werd niet waargemaakt. Het bleef maar, ja, de tijd. Het duurde allemaal heel erg lang voordat er uiteindelijk ook daadwerkelijk iets gedaan werd, zichtbaar gedaan werd. Ja. En als je dat vergelijkt met andere treinen die u heeft begeleid? Bij andere leveranciers. Andere leveranciers. Ik ken bij andere leveranciers dat er meer accuraat gereageerd wordt op kwaliteitsitems. Ja. Want dat is ook in hun eigen voordeel. Ja. Want de productie gaat toch verder. Ja. En alle afwijkingen die in het product blijven zitten, moeten later toch nog gerepareerd worden. Dus, Want u bent kwaliteitsmanager. Was u dan uiteindelijk bezorgd over de kwaliteit van de trein? Bezorgd was? Over de kwaliteit van de trein? Gezien uw weekrapportage zou je kunnen opmaken dat u ook uiteindelijk bezorgd bent over de kwaliteit van de trein. Ik zie dat niet zozeer als bezorgd zijn, want alle afwijkingen die wij geconstateerd hebben en die ook door Ansaldo Breda zelf geconstateerd zijn, werden vastgelegd in de open item list en non-conformities enzovoort. Dat geeft je wel meer rust en zekerheid dat als je de trein uiteindelijk vrij zou geven, dat je in ieder geval een controlemiddel had om te kijken of de kwaliteit nagekomen is en voldoet aan de specificaties. We komen zo meteen nog op die lijsten, maar u heeft Ansaldo Breda, dus de mensen daar zien werken. Is zo'n lijst met alles wat er nog open staat dan voldoende als je ook weet van hoe Ansaldo Breda problemen oplost? Voor uw gemoedsrust? Nou, voor mijn gemoedsrust. Een trein is ook onderhevig, als een trein gebouwd is, wordt die aan het testprogramma onderhevig gesteld. En dat testprogramma en de resultaten van de testen laten zien hoe de trein functioneert. En als alle testen positief uitvallen, dan geeft mij dat voldoende gemoedsrust dat die trein dus inderdaad in dienst gesteld kan worden. Maar voor u was de proof of the pudding uiteindelijk dan die testen. Dus als ze uit de testen, dus u had gedurende de tijd dat u daar was, heeft u veel zorgen geuit over de kwaliteit. Maar u dacht, dat is allemaal keurig gedocumenteerd en uiteindelijk in de testen zal blijken of die trein uiteindelijk goed genoeg is, ja of nee. Ja, daar moest u ook vertrouwen op, uiteindelijk de testresultaten. Ja. Voor het functioneren van de trein, ja. Nog even over alle zorgen die u deelde. Dus de heer De Leeuw, bij wie dat dan terecht kan, die besprak dat dan vervolgens. Maar heeft u nou het idee dat NS Financial Services, die leasemaatschappij die dus de treinen kocht, voldoende ingegrepen heeft om Ansaldo Breda bij te sturen? Nou, ik heb niet overal inzage in gekregen en gehad en ik heb er niet helemaal bijgehouden op welke punten allemaal behandeld werden door het management. En hoeverre zij Ansaldo Breda onder druk gezet hebben om resultaten te leveren. Maar wat ik ervan gezien heb, is dat ik weet niet dat het voldoende is geweest. Mm-hmm. Maar ze hebben wel druk gezet op Ansaldo Breda om in ieder geval de kwaliteit te verbeteren en in ieder geval het productietempo ook te verhogen. Want natuurlijk voor NSFC kostte dat alleen maar ontzettend veel geld. Ja. Dus was voor hen ook grote noodzaak. Grote noodzaak om dus bij te sturen, omdat zij uiteindelijk de eigenaar zouden worden van die trein die in principe 30 jaar mee moest kunnen. Ja. U heeft het niet helemaal scherp kunnen zien, dus maar u zegt wel, ze hebben wel druk uitgeoefend. Ja, hebben ze, zeker. Dan gaan we naar het volgende. Mevrouw Bergkamp heeft nog een vraag. Ja, die weekrapportages die u maakte, gingen die weekrapportages nou direct naar Ierland, naar NSFSC? Of werd er een soort samenvatting van gemaakt door de projectleider? Nee, die gingen direct één op één door naar NSFSC. Wij maakten zelf een management samenvatting, was onderdeel van het rapport. Oké, dus NSFSC, het Ierse bedrijf, leasemaatschappij, was helemaal op de hoogte ook van uw weekrapportages. Ja, inderdaad.
U gaf aan dat als we kijken naar de fabriek van Ansaldo Breda, dat als het gaat over de fabriek, dat die eigenlijk te vergelijken is met andere fabrieken waar u wel eens bent geweest. Maar geldt dat nou ook voor de mensen die er werken en het proces? U zei er iets over adequaatheid, zorgvuldigheid. Kun je dat iets meer toelichten? Processen waren ook vergelijkbaar. Want dat is volgens ISO meestal ISO-processen beschreven. En die worden door bijna alle leveranciers worden die processen toegepast. De uitvoering, ja, dat is dan de mensen. Daar zie je wel verschillen in bij verschillende leveranciers. En bij Ansaldo Breda was het de instelling van de mensen voor hun inzet. Verantwoordelijkheidsgevoel, denk ik, dat het is geweest. Dus zelfcontrole op hun eigen werk was anders als ik bij veel andere leveranciers gezien heb. Dus fabriek was hetzelfde, de processen, omdat er een kwaliteitsmanagement systeem is, maar de mensen hadden qua instelling, verantwoordelijkheidsgevoel, dat verschilde van de ervaring die u had met andere mensen in de uitvoering. Ja, dat praat je niet per se over de mensen, alleen natuurlijk het uitvoeren, maar ook over hun managers en de aansturing van die mensen. En, dat zou veel beter gekund kunnen hebben. En ook bij andere fabrikanten zag je ook dat het anders kan. Mensen worden dan ook op een andere manier aangestuurd, meer op hun verantwoordelijkheden gewezen enzovoort. En dat betekende ook dat u er nog meer bovenop moest zitten waarschijnlijk? Om zeker te zijn dat de gevraagde vereiste kwaliteit geleverd werd, ja. Dank u wel. Ik geef het woord weer aan mevrouw Vos. Ja, we gaan even verder weer over die fabriek. We hebben net al even besproken, u had dan die afwijking, hè, dat noemt u dan de non-conformities. Ansaldo Breda pakte dat dan op. In hoeverre leerde Ansaldo Breda nu van de afwijkingen die u vond? Ik vind dat ze er te weinig van geleerd hebben. Te weinig? En dat hun reactie daarop te langzaam was, te traag. Het duurde te lang voordat ze... En dat baseer ik op het feit dat dezelfde afwijkingen telkens weer terugkwamen. Wat u net zei over die weekrapportage en uw frustratie daarover. Ja. U zag ook zelfs dat een bepaalde afwijking, dat er maatregelen opgenomen waren. Ja. Je zag de afwijking niet terug. En dan ineens, in het verloop van het project, een jaar later, kwamen dezelfde afwijkingen, begon het weer. Welke was dat? Kunt u er een voorbeeld van geven? Welke afwijking was dat? Bijvoorbeeld lekken van bekabeling. Lekken? Oh, leggen. Leggen. Het, bekabeling moet op een solide manier gelegd en bevestigd worden. Ja. En daar hebben wij heel erg op aangestuurd om dat ook zo uit te laten voeren. Mm-hmm. En daar zag je daar verbeteringen in. Ja. Daar werkte het daadwerkelijk aan, de mensen zelf. Ja. En nou, dan ging het een poosje goed en opeens zag je weer dat de kabels weer onvoldoende gefixeerd waren aangebracht. Maar dat, Dan vroegen wij natuurlijk van, hoe kan dat nou? Mm-hmm. Je moet je proces zo ingericht hebben dat dat continueert. Maar dan blijkt er dus dat er bijvoorbeeld nieuwe medewerkers ingezet zijn. Die niet weer dezelfde instructies kregen als de vorige medewerkers hoe je kabels moet leggen. Ja, en dan moest je weer van voren af aan beginnen om het weer op te bouwen. Maar in principe zegt zo'n kwaliteitsmanagement systeem toch dat kennis doorgegeven wordt? Juist. Maar goed, dus dat werd dus door de mensen weer niet dus gedaan. Dat werd dus niet gehanteerd. En wat gebeurde u als u Ansaldo Breda aansprak op het achterblijven van verbeteringen? Bijvoorbeeld over deze kabels. Dus dat heeft u net gezegd. Na een jaar zag ik hem weer opkomen. Wat gebeurde dan als u dat dan zei? Wij herhaalden zeer regelmatig, als er geen oplossing of geen verbetering zichtbaar was, in de kwaliteitsmeetings, maar ook bij de kwaliteitsafdeling, bij de mensen, bij de uitvoerende, met de vraag van waarom dat we nog geen resultaat zagen. En dan werd er belofte gedaan. Volgende week zijn er resultaten. Ja. En dan was het de volgende week er. En dan waren er nog geen resultaten, dan werd het weer volgende week. En zo werd het naar voren geschoven. We hebben nooit een vinger erachter kunnen krijgen wat daar nou precies de oorzaak van geweest is. Want je bent gewend, als iemand een belofte doet, dat hij het ook doet, zeker in dit soort processen. Kijk, als ik beloof om de afwas te doen, ik doe het niet. Ja, dat begrijpen ze thuis. Maar dit is beloftes, beloftes, beloftes en er gebeurde niks.
Dat in veel gevallen gebeurde dat. Ging dat zo, ja. Maar dat is dan toch een onwerkbare situatie? Je kan toch niet werken? Nee, maar goed, wij moesten toch ons werk verrichten en we deden dat naar ons, ja. Maar hoe kan je als inspecteur dan werken als je dus beloftes krijgt dat dit gaat gebeuren, het gebeurt niet op een gegeven moment. Dan sleep je een hele zak met onvervulde beloftes achter je aan. Inderdaad, dat was ook zo. Je ziet, we hielden ook in onze eigen rapportages open punten bij, mm-hmm. waarvan geen non-conformities, maar dat meer procesmatige zaken. Ja. Ja. En de zietpunten die meer dan een jaar in ons rapport voor blijven komen wekelijks. Ja. Waarvoor geen oplossing gegeven werd. Maar toch telkens werd dat gevraagd aan en gepusht om daar een oplossing voor te geven, maar we kregen ze niet. Ja. Maar toch, hè, we hebben die zak met onvervulde beloftes. Toch had hij het idee, omdat ik het wel opgeschreven heb, komt dat uiteindelijk aan het eind bij het testen. En als de trein de fabriek moet verlaten, komt dat goed. Dat was uw laatste zekerheid dan, ja. Als inspecteur? Ja. Okay. We hebben in een weekrapportage van een collega van u gelezen dat er op een bepaald moment heel veel bedrijvigheid in de fabriek is. En dat werknemers opeens helmen en witte handschoentjes gaan dragen. Toen een delegatie van de opdrachtgever kwam. En zodra de delegatie weg was, gebeurde er helemaal niks meer in de fabriek. Heeft u nou de indruk dat Ansel de Breda u aan het lijntje heeft gehouden? Ja, in sommige gevallen wel, denk ik, ja. Als je dingen belooft en je komt ze niet na, dan word je aan het lijntje gehouden, denk ik. En hoe verklaart u nou dat voorval met die helm en die witte handschoenen? Ja, een showtje opvoeren. Toch willen laten zien van wij kunnen het en we hebben het alles in. Als je iets belooft, ja. En dan komt een delegatie, je opdrachtgever komt, of de klant komt kijken. En die ziet dan ook daadwerkelijk dat er niks gebeurt, ja. Maar goed, dat bevreemdt natuurlijk. Dus als je dan een showtje opvoert met witte handschoentjes, dan laat je zien maar kijk, we zijn toch heel druk bezig voor jullie. Weet u nog wie in de delegatie zaten? Nee, weet ik niet. Maar nog even dan een vraag. Waarom zou je dat doen als treinenbouwer, een showtje opvoeren? Je moet uiteindelijk toch een goede trein. Moet u de treinenbouwer vragen? Okay. Ik geef het woord aan mijn collega Bergkamp. Ja, er stond veel tijdsdruk op het project. Kon u dat merken in de praktijk? Oh ja, zeker. Wat merkte u daarvan? Nou, in het project, voor ons vanuit de klant, door onze opdrachtgever, zag je die tijddruk inderdaad. Want we hoorden regelmatig van, er moeten toch treinen geleverd worden naar Nederland. Want die kost het zoveel miljoen per maand en die... Er moet een trein komen. En dat resulteerde dus ook, denk ik, dat de treinen uitgeleverd zijn met nog een hele grote lijst aan openstaande punten. Ja. Maar de trein ging toch naar Nederland. Gaan we straks nog een aantal vragen over stellen aan u. Mm-hmm. De gevolgen van die druk, van die tijdsklem, was in ieder geval, geeft u aan dat er de treinen, de fabriek, eigenlijk verlieten toen ze nog niet helemaal klaar waren, nog niet helemaal af waren. Maar merkte u ook aan Ansel de Breda dat die druk wat daar met die mensen wat deed? Of hoe moet ik dat zien? Met die mensen niet. De uitvoerende mensen niet, nee. Ik voelde die tijdsdruk niet. Is dat normaal? Nou, als je... Als nee, er tijdsdruk is en dat je aan de mensen niks merkt? Ik denk het niet, nee. Want ik denk dat hun managers... moet laten merken hoe belangrijk het is voor de klant dat die trein uitgeleverd wordt. En die druk heb ik niet gemerkt. Bij de mensen niet? Bij de managers? Bij de managers ook niet zo, denk ik, nee. Was u daar niet verbaasd over? Want zij moeten uiteindelijk een trein gereed maken. Was u daar verbaasd over? Ja, we hebben hun ook regelmatig op het hart gedrukt hoe belangrijk het is om die trein... uit te leveren in een goede kwaliteit. Ja. En daar werd er ja gezegd, dat is natuurlijk. En dat is, begrijpen ze. En dat werd er ook aan gewerkt. Ja. Maar dat was het. Dat was het. Dus u kon niet echt merken dat ze onder tijdsdruk stonden. Nee. Voordat een opdrachtgever een trein overneemt, vindt er een inspectie plaats. Dat heet een zogenaamde permission to leave factory. Dan wordt er gekeken of de trein voldoende... af is, hè, of de bouw klaar is, voldoende getest is, zodat de trein de fabriek kan verlaten. Mm-hmm. En bij die inspectie wordt er gekeken of er afwijkingen zijn ten opzichte van de kwaliteitseisen.
Was het aantal afwijkingen nu vergelijkbaar met andere projecten die u heeft gedaan? U zei daar net al wat over, maar... Het aantal geconstateerde afwijkingen was hoger dan wat wij gewend waren bij andere leveranciers. Het aantal afwijkingen waarmee een trein uitgeleverd werd naar Nederland was ook hoger dan we gewend waren. Het streven is nul afwijkingen, dus moet volledig voldoen aan de specificaties. Dat gaat niet altijd natuurlijk. Er kan altijd een onderdeel ontbreken of zo die later dan ingebouwd wordt. Of andere zaken die wat meer tijd kosten om een oplossing voor te vinden, maar daar toch besloten wordt om de trein uit te leveren. Maar in deze hoeveelheid waren wij niet gewend, nee. Dus het doel is nul. Nou, dat komt misschien in de praktijk wat weinig voor. Maar ja. Over hoeveel afwijkingen hadden we het ongeveer per trein? Gemiddeld? Dat begon met een 400-500 afwijkingen. En aan het eind van het project werd dat gereduceerd naar 200-250. Ja. En dat is nog steeds veel als je als doelstelling hebt nul afwijkingen. Ja, en daar werd één afwijking die... zich herhaalde in de trein, in dezelfde trein, werd als één afwijking gezien. En over dus, wat voor afwijkingen hebben we het dan? Kunt u een paar voorbeelden aangeven? Nou, wat al eerder genoemd, het fixeren van kabels, van bekabeling, het verleggen van bekabeling. Dat hij dus tijdens bedrijf ergens tegenaan kan schuren, waardoor de kabel doorschuurt. Risico dat een kabel losschiet. Het leggen van leidingen, het fixeren van componenten. Dat wil zeggen, bouten moeten met een bepaald aanhaalmoment, heet dat. Een bepaalde kracht moet de bouten aangedraaid worden. Dat wordt dan ook zo aangetekend dat die momenten aangebracht zijn. En in sommige gevallen waren de bouten niet aangedraaid. Dus het heeft ook echt te maken met, als ik u zo beluister, met name met vakmanschap. Ja, dat is allemaal vakmanschap. Ja. Ja, dus niet zozeer de technische problemen, maar echt het vastmaken van zaken. Het is niet het ontwerp, lasten. Maar het is de uitvoering. Ja, en als je het dan hebt over, wat u net zei, 500 afwijkingen, dan is dat heel veel, zegt u, ten opzichte van... kan je dan zeggen, want je doet niet voor niks zo'n inspectie, nou, dan komen, zegt u zelf, vrij veel afwijkingen uit. Kan je dan stellen dat de treinen te snel de fabriek hebben verlaten? Dat ze nog eigenlijk niet helemaal klaar waren? Mijns inziens, ja. Hadden de treinen nog op de fabriek moeten blijven en niet uitgeleverd worden naar Nederland. Argument voor uitlevering voor de trein was van Ansaldo-Breda dat de trein nog steeds van hun was. En dat hun werkplek in Ansaldo-Breda of in Pistoia kon liggen, maar kan ook in Amsterdam liggen of elders. Dus, en daarmee kon de trein dus toch vervoerd worden en verplaatst worden naar een andere werkplek, zeg maar. Maar mijn inziens is het beter om de trein op locatie te laten waar die gebouwd is, want dan ligt de druk om te presteren en om te verbeteren, wordt dan hoger als wanneer je het probleem gaat verplaatsen elders. Mijn inziens. Ja. Dus u zegt heel duidelijk, de trein was nog niet gereed om de fabriek te verlaten. Er waren nog te veel openstaande punten, te veel afwijkingen. En u had het goed gevonden als dat werk nog in de fabriek zelf had plaatsgevonden. Ja, inderdaad. Waarom zijn die treinen dan toch de fabriek verlaten? Was dat echt vanuit Ansaldo-Breda zelf de wens? Of kwam er ook druk vanuit NSFNC zelf? Dat weet ik niet. Dat is buiten mij omgegaan. Okay. Dat is voor de projectleider te beantwoorden. Heeft u wel uw zorgen kenbaar gemaakt aan de projectleider dat u zei van die treinen zijn nog helemaal niet klaar om de fabriek te verlaten? Jazeker. Wij hebben ook natuurlijk genoemd dat wij niet gewend zijn om een trein zo de fabriek te laten verlaten. En daar was de projectleider ook mee eens. Die zorg, die deelde de zorg. Maar in hoeverre dan dat toch de beslissing genomen is op basis waarvan dat die treinen dus toch naar Nederland gestuurd zijn, weet ik niet. Ja, de treinen zijn in ieder geval hebben de fabriek verlaten, zeg maar. Dus, ja. Dus even dit onderdeel samenvattend. U zegt de lijsten, de afwijkingen waren met het aantal onderwerpen was groter dan u gewend was bij andere projecten. We hebben het over 500 afwijkingen. U geeft ook aan dat met name te maken had met vakmanschap. Dus het bevestigen van zaken, het lassen. U heeft dat zelf ook kenbaar gemaakt aan uw projectleider, die ook zei, nou, ik herken dat.
Maar de treinen zijn wel vervolgens, hebben de fabriek van Italië verlaten en zijn naar Nederland gegaan. Kan je stellen dat de trein dan conform de koopovereenkomst gebouwd en geleverd is? De trein is nog niet geleverd. De trein was nog niet gereed voor bouwen. Want er hing nog een open itemlist aan met punten die nog afgewerkt moeten worden. Ja. De configuratielijsten, dus er waren volgens de configuratielijst moesten nog wijzigingen aangebracht worden. Er waren nog non-conformities die nog niet afgesloten waren. Ja. Dus dat alles bij elkaar was de trein nog niet gereed, nog niet afgeleverd. Maar dat is toch vanuit uw oogpunt, vanuit uw functie als kwaliteitsinspecteur, toch eigenlijk vreselijk, want u heeft toezicht gehouden op die kwaliteit. U ziet dat die treinen nog niet klaar zijn om de fabriek te verlaten en toch gebeurt dat. Ja. Ons product was het rapport wat bij onze inspecties, uit onze inspecties rolde. Dat rapport was ons product om die trein dus over te dragen aan onze opdrachtgever. Ja. Heeft u nooit op daar hield het voor ons bij op. En u heeft nooit op dat moment gedacht van nou, dit is mijn eer te na, ik kan hier niet meer de verantwoordelijkheid voor nemen. Ik heb ooit wel met de gedachte gespeeld natuurlijk, van moet ik hierin verder gaan? Maar ja, onze opdrachtgever die was heel duidelijk daarin, ze constateren, rapporteren. En het oordeel en het besluit om de trein dus in de volgende fase naar een volgende fase te sturen, lag toch bij hen. En als u het heeft over uw opdrachtgever, bedoelt u dan projectleider? NSFVC dan. NSFVC, de projectleider, de heer De Leeuw. Ja. Ja. Vervolgens gaan we naar het laatste deel van dit verhoor. De trein heeft uiteindelijk maar een aantal weken gereden. En er zijn ook een aantal rapporten verschenen daarover. Onderzoeksrapporten, en die gaven eigenlijk aan dat de kwaliteit van de treinen verschilde. En dat ook de afwerkkwaliteit op een aantal plaatsen, dat dat ook echt onder de maat was. Waren dat nou ook de punten die u eigenlijk al eerder had geconstateerd? Ik heb een afwijking of zo'n inspectierapport mogen inzien. En het grote merendeel van de afwijkingen die geconstateerd zijn, stonden ook al in onze open itemlist. Het zijn dezelfde die wij geconstateerd hebben. Een aantal afwijkingen kennen wij niet, omdat die ontstaan zijn na de ritten met de trein. Die dus tijdens een testrit ontstaan zijn. En u heeft het over een onderzoeksrapport wat u gezien heeft, of een lijst. Welk onderzoeksrapport is dat? Dat is een onderzoeksrapport wat door Netrain is uitgevoerd. En daarin stond een opsomming van een analyse waarom het mis was gegaan met de trein. Van geconstateerde afwijkingen. Geconstateerde afwijkingen. En u zegt eigenlijk, kijken naar die geconstateerde afwijkingen, dan hadden we dat zelf al in Italië voor een groot gedeelte geconstateerd. Ja, die lijsten lagen er al van ons. Die waren vergelijkbaar. Voor een heel groot deel wel. Mag ik daaruit de conclusie trekken dat u op een lijst allerlei afwijkingen heeft genoteerd en dat de treinen toen de fabriek hebben verlaten, maar dat eigenlijk die problemen niet zijn opgelost? Veel problemen waren toen nog niet opgelost, inderdaad. Want als u naar de hand dus ziet dat diezelfde problemen weer genoteerd worden, dan zit daar een tijd tussen van een aantal jaren. Maar die problemen zijn dus blijkbaar niet opgelost. Nee, onze lijsten bestonden dus ook nog steeds met openstaande punten. Het waren gewoon uw lijsten weer? Onze lijsten, ja. Dezelfde lijst werd in Amsterdam gebruikt. Wij werden op uitnodiging van Antalle Breda gevraagd om een inspectie uit te voeren aan de hand van de lijst die wij in Pistoia opgesteld hebben. En vanuit die lijst hebben ze een aantal punten dan opgelost. En daar voerden wij dan een inspectie op uit. Maar dat heb ik zelf nooit gedaan. Dat zijn mijn collega's geweest. Ik heb met Amsterdam, na de uitlevering van de trein, eigenlijk geen bemoeienis gehad. Wat is nou uw verklaring dat er tussen uw lijst en het aantal afwijkingen en uiteindelijk het rapport wat u heeft gelezen van Netrain, waarin u weer eigenlijk uw lijst terugzag, waarom er in de tussentijd die problemen niet zijn opgelost? Waar ligt dat dan aan? Daar kan ik geen antwoord op geven. Heeft u daar wel met collega's over gesproken?
van joh, wat ik nu zie, dit zijn gewoon mijn lijsten uit die tijd. Er is niks gebeurd in de tussentijd. Ja, mijn collega's zeggen hetzelfde. Die zien dat zelf natuurlijk. Het zijn dezelfde collega's waar ik in Italië mee afwisselde. Een aantal collega's deden ook het nazorgwerk dan in Amsterdam. En die zagen dezelfde punten. Ja, maar voor hen was het ook niks nieuws aan de hemel eigenlijk. Dat weten we, dat kennen we, dat die treinen die problemen hebben. Dus toen vorige week de heer Meerstad zei, de treinen verschillen qua kwaliteit. Toen dacht u eigenlijk, dat wisten we eigenlijk toen al. Oh ja. Ja, dat was geen nieuws. Ja. Zeker als je dan de eerste treinen die uitgeleverd zijn en de laatste treinen. Daar zit sowieso een kwaliteitsverschil in. Dat de laatste uitgeleverde treinen toch beter waren. Ik zie niet dat ze goed waren op dat moment, maar wel... Je zag verbeteringen. Het aantal open punten was beduidend lager. U zei net ook dat u ook een aantal nieuwe dingen zag rapport van Netwijn. Kunt u dat voor ons schetsen? Wat waren nou de nieuwe punten waarvan u dacht, hé, die hadden wij nog niet gezien? En die zie je waarschijnlijk alleen maar als je met die trein gaat rijden. Als je ergens een olielekkage krijgt bijvoorbeeld, of een luchtlekkage. Die kan ontstaan door beweging van de trein. Of dat er aan gesleuteld is tussentijd door mensen. Hè, dat er dingen aangepast zijn. En daarna moet je eigenlijk weer een nieuwe inspectie uitvoeren. En dan kun je dus weer fouten vaststellen die ontstaan zijn doordat er aan de trein gewerkt is of met de trein gereden is. Een luchtlekkage bijvoorbeeld zou kunnen optreden daardoor. En problemen met de accu's. Dat is ook iets wat Ik heb erover gelezen dat er een brand is geweest. Maar wat daar de oorzaak van was. Weet ik niet. Nee. Maar we kunnen wel met elkaar vaststellen dat NSFNC met een grote lijst van, een bovengemiddelde lijst van openstaande punten, toch ervoor gekozen heeft om. Met die permission to leave factory, die inspectie, te zeggen, deze trein verlaat de fabriek. En we kunnen met elkaar constateren, als ik uw woorden zo beluister, dat een heel groot gedeelte van die punten die u signaleerde niet zijn opgelost. Was het nou mogelijk geweest om de trein wel goed te laten functioneren? Mijn oordeel is dat wel mogelijk is, ja. Dat alle punten die we vastgesteld hebben, alle afwijkingen, zijn of waren te repareren. En dat de trein dus aan het einde voldoet aan de vereiste specificaties en aan het ontwerp. Dus u zegt de trein was te repareren, hè, is uw analyse. Maar hoe zou je dit soort dingen kunnen voorkomen? Heeft dat dan echt te maken met tijdsdruk of wat is uw analyse? Voorkomen dat zoveel afwijkingen nog bestaan in de trein als die trein... Gaat rijden, ja. Dat is moeilijk te zeggen. Dat er zoveel afwijkingen zijn die wij geconstateerd hebben. Dat heb ik al verteld, dat is duidelijk. Het is de uitvoering van de mensen de uitvoerende die de kwaliteit bepalen. Dat je voorkomt dat de trein gaat rijden met die afwijking. Een trein kan rijden met afwijkingen, tenzij het niet veiligheids- of functioneel gerelateerd is. Ja. Als er bijvoorbeeld een stoel of een bankje los staat of trilt, dan kan de trein nog gewoon steeds rijden. Alleen er moet wel iets aan gedaan worden, dus, voor de reiziger, dus irriterend. Zo zijn er heel veel voorbeelden te noemen. Ja. Om te voorkomen, ik denk dat het hier ook weer tijdsdruk achter gezeten heeft. Je moet gewoon die lijsten waarmee die treinen afgeleverd zijn afwerken, ja, tot nul reduceren. En controleren dat het inderdaad opgelost is. Daarop een testrit of meerdere testritten houden om te valideren dat die trein functioneert. En dan kan je zeggen van, nu kan hij de dienst in. Ja, u zegt dus in feite van, we hadden het begin daar ook van dit verhoor over. Het gaat om mensen, hè, die dat in de zaken in de praktijk brengen. En u zegt, eigenlijk hadden die openstaande punten opgelost moeten worden voordat je doorgaat naar de volgende fase. Ja.
En tijdsdruk heeft daar in dit geval, zegt u, een rol in gespeeld. Ik vermoed dat het tijdsdruk is geweest, ja. U heeft 8 jaar gewerkt aan dit project. Dat is best een lange periode. Ook in het buitenland veel gezeten. Hoe kijkt u nou terug op dit project? Ik vind het jammer dat de trein niet rijdt en dat die teruggestuurd is terug naar de leverancier en dat die niet door het Nederlandse landschap mag rijden. Ja. Het is inderdaad 8 jaar van mijn leven en ik kijk toch met weemoed terug dat het zo heeft moeten lopen. Okay. Ik denk ook uit technisch oogpunt had dit ook niet gehoeven. Want u denkt nog steeds dat de trein... Ik denk nog steeds dat de trein, als alle punten opgelost zou zijn, wat heel veel tijd zou kosten, maar dat we dan toch een trein hebben die voldoet aan de specificaties die daarvoor gesteld zijn. Ja. Oké, dank u wel. Ik geef het woord aan mevrouw Vos. Ik heb nog een paar vragen als ik naar u luister. Nog even over die fase van die PTLF, die Permission to Leave Factory. Heeft u of uw collega's nog die treinen helemaal geïnspecteerd op die openstaande punten voordat die trein de fabriek verliet? De openstaande punten zijn ontstaan uit die inspectie. Oké, dus u inspecteert en daar komt die lijst met openstaande punten uit. Ja, daar komt de lijst met openstaande punten uit. Plus ja. De punten die nog open stonden vanuit de productie. Ja, en daar heeft u dan ook specifiek naar gekeken. Die punten die al, we hadden het net even over die zak met onvervulde beloftes. Daar heeft u ook nog specifiek naar gekeken. Ja. En ook geconstateerd, dat staat allemaal nog. Allemaal nog open. Vond u het nou verstandig dat NSFSC dan die trein overneemt? Nee, dat heb ik... Vond u niet heb verstandig? Heb ik al verwoord. Heeft u gezegd, ja. En u heeft ergens ook gedacht, dat hoorde ik u net, stop er maar mee. Of niet? Voor mij persoonlijk? Ja. Ja, stop er maar mee. Nee, maar heeft u wel eens gedacht richting de opdrachtgever en de NSFSC, stop maar met deze trein bestellen bij Ansaldo Breda? Nee. Dat niet? Nee. Heb ik nooit zo verwoord richting onze opdrachtgever. Nee. Maar ook niet zo gevoeld? Ik heb wel eens ooit het gevoel gehad van, dit moet wel heel snel veranderen. Ja. Want anders gaat dat tot grote vertraging leiden. Wat het ook gedaan heeft. Wat het ook gedaan heeft. Ja, maar vooral vertragingen. Maar u heeft niet het idee gehad, deze treinenbouwer is niet in staat om een goede trein af te leveren. Nee, dat heb ik niet gedacht. Nee. Net nog even in het gesprek met mijn collega Bergkamp. We hebben het over die enorme lijst gehad. U had het idee dat het wel dat er een goede trein, dat die trein goed had kunnen, goed had kunnen worden. Hadden ze meer tijd moeten nemen? Ze hadden meer tijd moeten krijgen. Ze hadden tijd meer moeten krijgen. En uit uw ervaring met andere projecten, gebeurt het in andere projecten wel? Als je bijvoorbeeld constateert er is nog veel open, wordt er dan ook meer tijd gegeven? Is dat anders geweest in dit project? Dat is een vraag die ik eigenlijk niet kan beantwoorden. Dat er meer tijd gegeven wordt. Als er een technisch item openstaat, wat opgelost moet worden, moet dat zo snel mogelijk, moet daar een oplossing voor gevonden worden. Want het heeft voor iedereen alleen maar een nadeel natuurlijk dat die punten open blijven staan. Hm. En dat moet zo accuraat en zo snel mogelijk op gereageerd worden. En in de meeste gevallen, ook bij andere leveranciers, gebeurt dat ook. Maar het gebeurt ook dat bepaalde punten zo moeilijk zijn om op te lossen, om daar een goede oplossing voor te vinden, dat het gewoon meer tijd nodig heeft. En dan praat je ook wel eens over een jaar voordat er een oplossing voor een bepaald probleem gevonden is. Dat betekent niet dat de trein niet kan rijden of dat een trein onveilig is. Nee. Maar er zijn items die gewoon wat meer tijd kosten. Ja. Maar dan praat je over een aantal zaken en niet over honderden. We hebben het net even gehad over dat incident met die witte handschoentjes. Heeft u nou het idee gehad dat Ansaldo Breda de opdrachtgevers misleid heeft? Nee, daar kan ik geen antwoord op geven. Dat zullen onze opdrachtgever zelf moeten vragen. Ik weet niet of dat zo is. Dat ze geprobeerd hebben om iemand te misleiden. Of dat het ook zo gevoeld is, dat weet ik niet.
vraag ik het anders. U bent kwaliteitsinspecteur, u heeft een aantal zaken geconstateerd in uw weekrapportages ook. De uitnodiging kwam voor inspecties als u net wegging. U heeft dat gezien met die, het showtje. Zijn dat dan geen voortekenen van een misleiding? Ik weet niet of dat je dat onder dat begrip kunt samenvatten, misleiden. Ik vind dat nogal zwaar. Dat is zwaar, maar heeft u wel iets dergelijks meegemaakt bij andere projecten die u heeft begeleid? Je hebt overal wel een keer dat de leverancier probeert iets te verkopen wat niet helemaal voldoet aan de specificaties. Ja. Maar wat volgens zijn mening toch acceptabel is. En dat zal hij zeker voorleggen aan de klant en dat proberen de klant overtuigen om het toch te accepteren. Ja. En dat is ook bij Ansaldo Breda gebeurd. Ze hebben zeker in heel veel gevallen geprobeerd ons als inspecteurs, maar ook de klant te overtuigen dat bepaalde dingen toch acceptabel waren, ondanks dat ze niet helemaal aan het contract voldeden. Maar dat is dat, ja, je hebt het zwarte en het witte, dat is heel makkelijk te beoordelen, maar het grijze gebied, ja, daar zijn er al wat discussies over, maar dat is bij alle projecten zo. Ja. Ik geef het woord aan de voorzitter. Eigenlijk horen we u zeggen, er waren veel technische problemen die u heeft gezien. U zat er bovenop, u heeft daar verschillende keren over gerapporteerd. Maar als een technische man, en zo horen we u vandaag al, is in de techniek alles wellicht uiteindelijk wel op te lossen. En dat doet uw hart een beetje zeer, 8 jaar aan zo'n trein gewerkt. En dat laatste, die techniek, niet is opgelost. Dat daar blijkbaar keuzes zijn gemaakt om dat niet te doen. Maar vanuit uw techniek, zegt u, een onvolkomenheid is ergens wel te repareren. Een onvolkomenheid is te repareren, ja. Het was veel en het is te laat, maar... Ja, de onvolkomenheid zelf is te repareren. Maar ook, je zou eventueel ook nog kunnen voor een aantal zaken, wat ook gebeurd is, het concept, het ontwerp nog aan te passen. Mm-hmm. Is altijd mogelijk. Ja. Alleen, dat kost natuurlijk meer tijd, meer geld natuurlijk. Ja. Enzovoort. Ja. Ja. Heeft u, en daarmee komen we tot een afronding van dit verhoor, heeft u gedurende de periode dat u hier zo nauw bij betrokken was, signalen gekregen van echte onregelmatigheden, fraudes, andere zaken waarvan u dacht, dit kan eigenlijk niet door de beugel? Nee, ik heb niet het gevoel gehad dat er ergens gefraudeerd werd of dat er dingen onder de tafel gebeurden. Nee. Louter uw zorgen om de techniek, maar niet echte, in juridische zin onregelmatigheden. Juridische zin, nee, heb ik geen ervaringen. Geen negatieve ervaringen ondervonden. Meneer Jonkers, wij sluiten dit verhoor. En daarmee is dit klaar. Dank u wel. Dank u wel.